Yo, VacuGamers, Lars hier en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op VacuGames Reloaded. En jongens, vandaag is het zover. Vandaag begint onze reis richting de Ender Dragon. En we hebben natuurlijk de afgelopen periode heel erg veel materialen weten te verzamelen die we allemaal nodig gaan hebben als we de Ender Dragon willen gaan verslaan. Ik heb er vertrouwen in. We hebben alle spullen die we zo'n beetje zouden kunnen willen. We hebben zelfs een Enchanted Golden Apple. Dus ik denk dat dit helemaal goed moet komen, best die beste knaap. We gaan gewoon alle spulletjes meenemen. Hoppatee, die we allemaal kunnen gebruiken. Ender Pearls natuurlijk om ons heen en weer te teleporteren. Golden Carrots, Potion of Strength. Hoppakee. De Eyes of Ender. Anders werkt die portal natuurlijk niet. Enchanted Golden Apple. Golden Apple. Wij hebben wat mij betreft alles. Ik zeg, deze dingen. De armor wat we nu hebben. Dat kan in de kist. Dat hebben we in principe niet meer nodig. Dus laten we dat eens eventjes afdoen met z'n allen. 1, 2, 3, 4. Die gaan hierin. 1, 2, 3, 4. En dan gaat ons eigen armor gaat aan. Let op. Netherite leggings. Netherite hoedje. Netherite chestplate. En Netherite blitse patta's. Die hebben we. We hebben natuurlijk ook een Netherite sword met fire aspect en sharpness. Dat is helemaal tof. Een boog. Infinity en met power. Dus dat is echt best wel een prima boog. De pijlen hebben we bij ons. Die moeten we ook sowieso meenemen. Want als je Infinity hebt, heb je natuurlijk nog wel gewoon een pijl nodig. Deze als backup. Je hebt geen idee wanneer, maar ik ga hem ongetwijfeld nodig hebben. En wat moeten we nog meer hebben? Een bootje. En dat klinkt een beetje gek. Maar ik heb besloten om samen met jullie legit naar de Ender Dragon te gaan. Dus ik ga niet teleporteren. Dat ga ik niet doen. Dan zijn we er en dat is het meteen over. Dat is niet handig. Dus we gaan met z'n allen echt eventjes met een bootje op de ouderwetse traditionele manier. Hoppakee. Neem er gewoon even een paar mee. Waarschijnlijk veel te veel. En heb ik dan verder nog iets nodig? Dan is nu de kans om het mee te nemen, zeg maar. Eten heb ik zat. Die jungle planks heb ik niet nodig. Oh, ik weet wat ik nog nodig heb. Hoppakee. Kobbel deep slate. Gewoon een heleboel verschillende stukjes steen. Want ik moet natuurlijk mezelf wel naar boven kunnen bouwen. Richting die end crystals. Dat moeten we hebben. Mis ik verder dan nog iets? Niet echt. Ik weet dat mijn inventory op dit moment niet echt goed georganiseerd is. Dat weet ik. Is ook helemaal niet erg. Dat gaan we nog... Oh, ander idee. Oh, ik weet nog iets. Ik weet nog iets heel belangrijks. Heel belangrijks. Ik moet een bed meenemen. Een bedje. Even kijken. Hoe kunnen we makkelijk een bed maken? Wat voor leuk bed willen we hebben? Zullen we een blauw bed doen? Of een wit bed? Laten we een wit bed doen. Dan stoppen we even tijdelijk hierin. Ik zeg... Witte wol, rode wol. We kunnen ook ons bedje van hier meenemen. Dat is ook wel leuk. Dan hebben we gewoon dit bedje mee. Dat staat er ook echt op tijden. Of gaan we de nieuwe maken? Nee. Oh, weet je wat we doen? We komen langs de schapen. Dus dan kunnen we de schapen mooi kaal scheren. En dan maken we gewoon even een leuk bedje. Dan kan deze hierin. Dan heb ik 3 hout nodig. Even kijken, waar is 3 hout? Deze. 1, 2, 3. Hoppakee. En een schaar natuurlijk. Even tijdelijk een schaartje, want ik ga niet mijn schapen opofferen. Om extra goed te kunnen slapen. Fakkeltjes, hebben we die nodig? Niet echt. Ja, we hebben wel een fakkeltje nodig. Als we... hoe heet dat beest? De Ender Dragon dropt natuurlijk een ei. En dat ei wil ik wel hebben. Deze heb ik niet nodig. Dit zwaard, Diamond Sword, die heb ik niet nodig. Dus dit kan eventjes mee. Hoppakee. Hier hebben we in principe genoeg aan. Zou je zeggen. En dat betekent ook, jongens, dat we voor de laatste keer de deur achter ons dicht trekken. Is best wel eventjes een dingetje, hoor. Om deze wereld te verlaten. Ik ben hier 365 dagen mee bezig geweest. En in één keer loop je voor de laatste keer weg of zo. Het is toch wel even een gek dingetje. Het is gek. Na deze keer zien we deze wereld in videovorm niet meer terug. Jongens, het was leuk. Het was mooi. De groeten. Tot de volgende keer. Auf Wiedersehen und tschüss, zouden de Duitsers zeggen. Dan kunnen we wel een leuke kleur bed uitkiezen. Wat is een leuke kleur bed? Ik zeg rood. Waarom? Dat is dichtstbij. 1, 2, hoppakee. Schaartje mogen jullie hebben. En de wol wil ik hebben. Zo. Huppetup. Hebben we hier nog ergens een crafting table staan? Zal wel weer niet. Oh, please. Heb ik serieus geen crafting table hier? Ik heb ook 1 hout tekort om een crafting table te maken. Het is toch schandalig ook. Nou goed. Weet je wat we dan doen? Dan hakken we verderop een boom om. Oh, dat kan helemaal. Oh, hey, auw. Oh, we hebben al bootjes. Nou, wat loop ik dan te zeuren? Wat loop ik dan moeilijk te doen? Dan moeten we eerst nog eventjes dus een bedje zien te fixen. Even kijken, welke boom kan ik missen? Welke boom is niet zo erg? Ik heb geen bijl bij me trouwens. Dat is trouwens ook niet echt heel handig.
Ik had natuurlijk gewoon een veel makkelijkere manier kunnen pakken om een bootje en een bed mee te nemen, maar... Ach ja, hè. Het is chaos, ik weet het. Ik ben gewoon niet zo goed in dit soort dingen. Weet je, dan halen we deze weg, dan valt het niet zo op. Let op. Kijk, hop. Oh, dit gaat natuurlijk niet van mijn inventory vol met andere troep. Dat doen we zo. Hoppatee. Crafting table. Crafting table tijdelijk even daar. Ik zeg die. Ik zeg die. Bijna goed, Vaco. Is een rood bed. Lekker traditioneel. Als je het dan toch over Minecraft tradities hebt, een rood bed is wat mij betreft heel traditioneel. Dan moeten we eens even kijken welke kant we op moeten. Want we moeten vanaf hier naar daar. Dat is niet zo heel ver. Dat is prima te doen. Maar het is wel even een stukje wat we moeten lopen. Het is niet anders. Als je een Ender Dragon wil vinden, dan moet je zelf naar hem toe komen. Want ze komen niet naar jou toe. Dat is zeker een dingetje wat vaststaat. Ze komen niet naar je toe. Behalve als ze in die end zijn natuurlijk, dan komen ze wel naar je toe. En dan moet ik dus nu heel erg gaan uitkijken dat ik niet per ongeluk alsnog dood ga. Dat zou echt het meest lullige zijn wat er nu te bedenken valt. Als ik nu dood ga, dan vergeef ik het mezelf echt nooit. Dan moet ik dus alles weer helemaal terug gaan lopen halen. Nou, dat ga ik dus never, ever, never nooit niet redden. Maar goed, we gaan er vanuit van niet. We gaan er vanuit dat ik niet bij aflevering 364 in één keer random dood neerval. Toch? Daar gaan we niet vanuit. We komen zo meteen bij de oceaan. Dan gooien we ons bootje erin. En dan gaan we lekker even een stukje varen. En dan is het eigenlijk alleen maar rechtdoor. En het enige vervelende wat dan nog moet gebeuren, dat is dat ik naar de endportal toe moet teleporteren. Dat moet ik wel doen, want ik heb geen schep meegenomen. En volgens mij is er geen gat rechtstreeks naar de portal. Maar dat is dan niet anders. Dan zijn we er in ieder geval legit gekomen. Ik zeg, bootje, Ender Dragon, here we come, knul. I'm gonna kick you zo hard op je billetjes. Met mijn zwaard. Och, jongen, dat wil je niet weten. Al moeten we natuurlijk eerst met pijl en boog schieten. Eerst al die endcrystals slopen. Dan schieten met pijl en boog op de Ender Dragon. En dan vervolgens proberen om hem... Ja, dood te mappen met een zwaard, I guess. Ik heb ook nog mensen gezien die hadden een strategie dat ze heel veel bedden hadden. Dan kon je een bed neerzetten. En dan een blokje obsidian ervoor. En dan als die naar beneden kwam, dan moest je heel snel op je bed klikken. Maar dat doet ook best wel wat damage. Dus ik denk dat ik gewoon lekker van een afstandje ga kijken. Ik ben namelijk immers niet zo'n held. Dat is wat ik ben. Ik ben gewoon niet zo'n held. Eens even kijken, hoe ver moeten we nog? Oh, we zijn er bijna. We gaan via de schildpadden. Wacht even, ik moet hier tussendoor. Want dit gaat niet. Dus ik moet een beetje bijsturen. Daar moeten we heen. Hoppakee, turbo erop. Let's go far, jongen. Oh, weet je wat ik ook nodig heb trouwens? Oh, maar dat kunnen we wel krijgen. Ik heb een glazen flesje nodig. Want je moet ook de Ender Dragons aan adem zien te verzamelen. Dat is ook een ding. Maar tegen die tijd heb ik natuurlijk een van mijn potions genomen. En dan heb ik weer een leeg flesje over. Dat is goed. Dat is goed. Dan kunnen we in ieder geval Ender Dragon adem verzamelen. Ik zou niet weten wat ik ermee moet, maar dat schijnt een dingetje te zijn. Heb ik een pickaxe bij me trouwens? Ik heb geen pickaxe bij me. Wat een kneus ben ik. Hoe kan je nou een Ender Dragon fight doen zonder pickaxe? Oh my god. Ik moet terug. Ik moet echt serieus terug. Want als je onder de grond spawnt, dan heb je natuurlijk een pickaxe nodig. Om er naartoe te kunnen. Oh my god. Oké, ik noem dit eilandje. Noem ik even officieel. Let op, hè. Hoppakee. Create waypoint. Noem ik even Kneuzeneiland. Dat is mijn eiland. Ik woon daar. Kneuzeneiland. En dan gaan we even terug teleporteren. Maar god, ik heb weer lekker voorbereid, Paco. Ik heb uitgezocht hoe dit werkt, hè. Dat merk je blijkbaar. Teleport to waypoint. Ik heb natuurlijk mijn... Auw, mijn pickaxe nodig. Hoe kan ik nou mijn pickaxe vergeten? Echt, jongen. Waar is dat ding? Hier. Silk touch en efficiency. Hebben we verder nog wat nodig? Een bijl? Dealt wel lekkere damage trouwens. Nou, zijn we toch weer terug. Hallo. Dan trekken we bij deze officieel de deur achter onszelf dicht. Hoppakee. Nou, nog één keer om ons heen kijken. Heilige kip om zegeningen smeken. En dan teleporteren we terug naar Kneuzeneiland. Teleport to waypoint. Want hopelijk ligt mijn bootje er nog. Yay! Nou, ik heb mijn pickaxe, jongens. Even kijken, welke kant moeten we op? Daar is home, dus dan moeten we die kant op varen. Maar daar is de E en de S... van Endportal en Stronghold. Dus dan zijn we er bijna. Nou, goed dat ik er nu achter kom, jongens. En niet als ik morgen onder de grond teleporteer... en dat ik dan denk van... Huh? Hoe kom ik hier nou weer uit? Ik had het veel eerder... Ik had het veel beter moeten voorbereiden. Ik heb het natuurlijk weer eens half-half gedaan. Een beetje op z'n vaco's. Is ook wel een beetje schattig. Geen dorpje. Gaan we nog langs het dorpje? Nee, we gaan niet langs het dorpje. Daar hebben we helemaal niks te zoeken. Dorpjes
zijn verleden tijd, dorpjes zijn passé. Dat is een mooi woord trouwens, passé. Dat moet ik vaker gebruiken. Deze Minecraft-serie is ook bijna passé. Deze Minecraft-serie is bijna voorbij. Snik. Het wordt wel een dingetje hoor jongens, als ik niet meer elke dag om 7:30 een video hoef te uploaden. Wat ga ik doen met al die vrije tijd? Alhoewel, vrije tijd. Nee, de Vaco heeft geen vrije tijd met een baby erbij. Daar is de vrije tijd van de Vaco. Hoor je dat? Die ging zo het raam uit, die vrije tijd van mij. Het is niet anders. Ik heb er zelf voor gekozen. Maar ik ben wel trots op mezelf dat we het volgehouden hebben met z'n allen. 365 dagen. Tenminste, 364 dagen. Want vandaag is 364. Als ik morgen nou niet upload, dan heb ik alsnog mijn hele doel niet gehaald. Dat zou wel een beetje dom zijn, hè? Dat zou wel een beetje ernstig zijn. Als ik nu 364 dagen als streak heb, en vervolgens dan in één keer besluit van, nou, weet je wat ik doe? Die 365ste dag, zoek het uit. Ik heb geen zin meer. Dat kan natuurlijk niet. Hé, er is nog een bootje. Oké, dus ik ben hier inderdaad al vaker geweest. Dat was mijn vorige bootje. Toen ik de stronghold dingen gevonden had. Hoppakee, dan moeten we dus even koekeloeren. Hoe komen we dan precies bij die portal uit? Want die endportal is hier. Stronghold zit dan hier. Kijk. Stronghold is hier recht naar beneden. Ik ga hier niet recht naar beneden springen, want dan ben ik zo dood als een pier. Dus wat gaan we doen? We pakken de kaart. We pakken endportal. En we zeggen teleport to waypoint. 3, 2, 1. Oh, we zijn er. Oh, we moeten toch onder de grond. Oh, ja, dat is lekker makkelijk. Zo lust ik het ook nog wel. Oké, dan moeten we dus toch naar de stronghold. Oké, nou gelukkig heb ik een pickaxe bij me. Dan kunnen we alsnog onszelf naar beneden mappen. Ik dacht recht dat ik die portal onder de grond, hoppakee, had vastgezet, maar blijkbaar niet. Blijkbaar teleporteer je dan niet helemaal tot onder de grond. Maar wel tot in hier. En dan kunnen we nu wel kijken, waar is die P van portal? Waar is de P van portal? Oh, daar is de E. Even kijken, waar is de E nou? Oh, daar. Daar is de E. Dus dan moeten we richting de E gaan lopen. Ik vind het hier donker, ik vind het hier eng, ik vind het hier gevaarlijk, jongens. Ik vind het hier echt niet leuk. Ik vind het hier niet sfeervol of zo. Ik vind het hier... Oeh. We zijn er, jongens. We zijn er. Ik zie een portal. Ik zie een bed. Hoppakee. Waar we ons spawnpoint moeten zetten. You can only sleep at night. Dat zal wel, maar volgens mij heb ik mijn spawnpoint wel gezet. Als we doodgaan, dan spawnen we daar. En dan kunnen we in ieder geval zeggen van we gaan het alsnog een keertje opnieuw proberen. Wij pakken onze Eyes of Ender. Daar gaat hij, jongens. Dit is waar we 365 dagen naartoe hebben gewerkt. Ik vind het gewoon oprecht serieus eng. Weet je dat? Ik vind het echt eng. Maar enge dingen zijn er om te overwinnen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dan lopen we een klein stukje verder. 10, 11, 12. Oh my god. Dit wordt de allereerste keer dat ik legit een Ender Dragon ga verslaan. Ik heb dat nog nooit voor elkaar gekregen. Maar morgen zal het moeten. Jongens, ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het liken van deze video. Abonneer op Vaco Games Reloaded als je dat nog niet gedaan hebt. En morgen zien we elkaar in the end bij de Ender Dragon. Mazzel!